Nee, ik heb dus zelf frisdrank geprobeerd te maken. Dat is eigenlijk best wel goed gelukt. Op één detail na, het schuimt nogal. Ik denk dat er te veel koolzuur zat in het koolzuurpatroon wat ik heb. Dan krijg ik hem met één hand niet los. Moment. Psst, zegt hij dan. Hartje. Nou, mijn hand onder het water. Oké. Nou, je ziet al. Er is geen bier wat zo schuimt als mijn frisdrank. Maar ik moet wel zeggen dat het heel erg lekker is. Zo. Dat is dus heel voorzichtig inschenken. Ja, het ziet er echt uit als bier. Hè? Ik moet het nu even laten staan, want anders dan is de kraag te groot. En wat het is, ik heb zo'n fles die hoort bij dat carboneerapparaat, hè, waar je mee koolzuur in doet. En daar doe ik, drie natrena's in voor de zoetigheid. Normaal doe ik er twee in de koffie, dus dat is niet zoveel. En dan doe ik een uur lang een theezakje met zoethoutthee erin. Zoethoutthee dat werkt eigenlijk alleen goed bij warm water, dus dat moet echt de hele tijd in zitten. Nou, het is... nou ja, het ziet er echt uit als bier, hè. Ik moet het wat voorzichtiger inschenken, maar je krijgt dan nog wel echt een schuimkraag alsof het een pintje is. Hè? Maar het smaakt heel anders. Het smaakt heel een beetje als Rivella, maar dan ja, zoethouterig. Hè? Maar het is echt, ik moet zeggen, het is heel goed gelukt. Dat gaan we heel vaker doen. Behalve het vele schuimen dan, want dat, ik vermoed dat het koolzuurpatroon gewoon te veel druk heeft. Ik maakte gisteren water, daar deed ik koolzuur in, dat was de eerste keer met dit patroon. En toen dreven er ineens allemaal witte stukken in. Ik denk, oh, er zit viezigheid in dat patroon. Maar dat bleek dus droog ijs te zijn, bevroren koolzuur. Dus ik denk dat daar iets misgegaan is. Nou ja, ik wil extra koolzuur natuurlijk, voor dezelfde prijs. Maar ja, zo'n ding moet niet klappen, hè. Maar dit is echt lekker. Dit is echt heel erg lekker. Proost. Ja, ik laat mijn gezicht niet zien, want ik ben ingeschoren.